Claudine, goedemorgen. Alvast gefeliciteerd, zal ik zeggen. Dank u wel. Hoe voelt het aan? Het voelt super goed aan. Ja. Het voelt heel goed aan. Hoe lang heb je erover moeten doen? Want ik heb begrepen dat eigenlijk de studie richting journalistiek en communicatie toch wel een van de moeilijke is daar op AKCO. Ja, om eerlijk te zijn, ik heb zeg maar een paar jaren erover gedaan. Ik moet aangeven dat ik 2007 heb ik me ingeschreven op de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs. En het is niet van een leien dakje gegaan, omdat ik het moest combineren met mijn werk. En dat ging nog niet zo vlot, dus ik moest op een gegeven moment afhaken. Ik heb het 3 of 4 jaren laten liggen. Maar daarna heb ik het weer opgepakt en ik heb ervoor gezorgd dat ik, ondanks alle strubbelingen, ben ik er tegenaan gegaan en ja, ik heb het uiteindelijk afgerond. Ja, je hebt hem afgerond en natuurlijk bij de afronding komt er een thesis van te pas. Ja. En jij hebt dus onderzoek gedaan naar onder andere onze strafinrichtingen en wel de daders van huiselijk geweld. Ja. Meestal wordt de nadruk gelegd op de slachtoffers, hè? Ja. En jij kiest ervoor om de daders te belichten. Waarom heb je hiervoor gekozen? Kijk, het is een huiselijk geweld is een maatschappelijk probleem. Mm-hmm. En we staan er niet bij stil. Het is zo omvangrijk dat je. Het is internationaal, is een internationale situatie. En als we in Suriname nagaan, heeft men zich steeds, laat me niet zeggen men, de instanties die zich buigen over slachtoffers van huiselijk geweld, hebben zich vaak alleen daarop gefocust. Mm-hmm. En ja, tijdens onderzoek, als je een goed resultaat wilt hebben vanuit je onderzoek, ga je hoor en wederhoor moeten doen. Ja. En je kan geen hoor en wederhoor doen als je je alleen bezighoudt met het slachtoffer. Je gaat ook de daders erbij moeten betrekken. En geen enkele instantie heeft zich daarop gefocust. Dus ik wil eigenlijk weten, hoe is het gesteld met de daders? Laten we ook van hun kant horen. Waarmee zitten ze? En waarom moeten we het van hun kant bekijken? Dus al die zaken heb ik eigenlijk belicht. En het is een praktijkonderzoek. Ja. Wat nog spannender is, omdat je aan de hand van die bevindingen die je krijgt vanuit zo'n onderzoek, kan je aan de slag gaan. Dus op die manier. Ja, wat was precies het onderwerp of het thema van je thesis? De titel is Yepide, Taki Echari Lusu, Nakino Musu. En als ondertitel praktijkonderzoek naar het effect van strategische communicatie op het terugdringen van recidive na huiselijk geweld onder volwassen daders van binnen de centrale penitentiaire inrichting. Ja. In je thesis schrijf je ook van, doordat er eigenlijk weinig onderzoek is gedaan in het verleden naar de dader zelf en de focus op de slachtoffers, heeft dit toch wel gezorgd voor veel belemmeringen om te komen, want we proberen zo vaak huiselijk geweld in te dammen, huiselijk geweld in te dammen. Mm-hmm. Ja, als we mogen kijken naar de cijfers de afgelopen 3 jaar, hoe staat het in Suriname momenteel qua femicide? In 2011, als ik het goed heb, was het hoogste aantal, hadden we 7, nee, in 2019 was het hoogste aantal van vrouwenmoorden 11. Mm-hmm. En daarna hebben we gemerkt dat er een constante stijging is geweest. En ik moet u eerlijk aangeven dat als we gaan zitten en kijken naar de cijfers alleen, wordt er eigenlijk niets gedaan. Je moet opstaan en actie ondernemen. En de meeste instanties die zeg maar bericht daarvan hebben gedaan of zeg maar presentaties daarvan hebben gedaan, er is niet veel van de grond gekomen. Wat doen we met die cijfers en hoe pak je de situatie aan? Dus daarom heb ik gekozen voor strategische communicatie, omdat strategische communicatie stelt je eigenlijk in staat. Je gaat de situatie in kaart brengen, je gaat het analyseren, je gaat verkennen, je gaat uitvoeren. Maar we merken dat het uitvoeren wegblijft. Je hoort niets in het nieuws of zeg maar geen enkele voorlichtingsprogramma daaromtrent, niemand die echt aan de bel trekt en uitvoert, want aan de bel trekken is weer iets anders, maar je moet ook uitvoeren. Heb je een plan waarmee je aan de slag wilt gaan? Dus dat is eigenlijk die strategische communicatie. Je gaat naar wat heb je eerder gedaan, wat heeft gewerkt en wat heeft niet gewerkt en hoe wil je het nu gaan aanpakken. Ja. Dus al die vrouwenmoorden, dus zeg maar hoogte, de cijfers, het zeg maar stijgen van de cijfers, we moeten ervoor zorgen om het terug te dringen. Maar hoe ga je dat terugdringen? Ja, hoe ga je dat terugdringen? En,
En meestal in het verleden, als je het goed bekijkt, Claudine, dan merk je dat pas wanneer er bijvoorbeeld weer een geval in het nieuws komt van een huiselijk geweld, van een vrouwenmoord, dan pas beginnen we even met een korte infomercial of zo, en dan verdwijnt het toch weer. Yeah. Heeft dat toch wel gezorgd voor heel veel stagnatie, kunnen we dat stellen? Ja, dan moet ik aangeven dat ik ook de maatschappelijke werkers van de forensische maatschappelijke zorg heb betrokken bij mijn onderzoek, omdat je wilt weten van hoe wordt de begeleiding dan gedaan, want als het steeds voorkomt of er komt maar geen oplossing, hoe zit het bij de begeleiding, wat wordt er precies gedaan, en dat heb ik ook onderzocht. En er is aangegeven, er zijn maar 6 maatschappelijke werkers werkzaam bij de forensische maatschappelijke zorg, en dat is veel weinig voor zo'n groot maatschappelijk probleem, snapt u? 1 is ingedeeld in Nikeri, en als u kijkt naar het district Nikeri, hoeveel maatschappelijke issues hebben we daar niet? Dan praten we niet alleen over huiselijk geweld, maar ook dan over zelfmoordgevallen. En 1 maatschappelijke werker is dan niet genoeg voor zo'n district. Oké, daar kom ik terug op uw vraag. Als we succesvol willen zijn in het aanpakken van huiselijk geweld of indammen van huiselijk geweld, dan moeten we echt ervoor zorgen dat er meerdere maatschappelijke werkers worden ingezet. En niet alleen vrouwelijke maatschappelijke werkers, want dat is ook het probleem binnen FMZ. Mm-hmm. Er zijn daders hebben aangegeven, zeg maar, daders van huiselijk geweld, tijdens de interviews, diepgang interviews, hebben ze aangegeven van kijk, we willen ook een mannelijke maatschappelijke werker met wie we hard-to-hard kunnen praten, ons hart kunnen luchten en ook een psycholoog om, weet u, dus dat deel te uit te dokteren, zeg maar. Want ze zitten met frustratie, ze zitten met zoveel issues. Ze denken terug aan dingen die gebeurd zijn in hun familie. Hoe zit het met het gezin? En al die dingen. Dus ook een psycholoog is nodig in de hulp. Toch? Dus al die zaken kunnen bijdragen tot het succesvol indammen van huiselijk geweld. Ja, er zijn maar 6 maatschappelijke werkers. Moeten we niet kijken naar een breder draagvlak, waarbij ook andere organisaties een ondersteuning geven aan FMZ? Ik ben blij met die vraag, exactly. Reden waarom? Ik heb een plan, een strategisch communicatieplan toegevoegd aan mijn thesis. En aan de hand daarvan kunnen de diverse instanties mee aan de slag gaan. Maar ook heb ik een uitgebreider plan die ik wil presenteren voor het ministerie van Justitie en Politie, ook FMZ erbij, ook leidinggevende van de Centrale Penitentiaire Inrichting. Om over dit vraagstuk te gaan buigen van kijk, er moet veel meer gedaan worden. Mm-hmm. Er moet ook meer beleid komen. Reden waarom, in Suriname heb ik gemerkt, het is een probleem, zeg maar, dat er beleid wordt gemaakt, maar het wordt niet in voldoende mate uitgevoerd. Dus met dit plan hoop ik dat we echt tot de bottom situaties zullen uitrafelen en echt gaan uitvoeren middels oplossingsmodellen. Ja. Hoe groot is toch wel de groep om die bijvoorbeeld, er zijn maar 6 maatschappelijke werkers die doen wat ze kunnen. Maar hoe groot is toch de groep waarbij vooral de daders, u gaf aan, er zijn daders die toch wel bijvoorbeeld met mannen willen praten, mannelijke maatschappelijke werkers, met psychologen. Ja. Hoe groot is die groep die toch wel terugbelandt in de strafinrichting nadat ze eruit zijn, maar weer voor huiselijk geweld? Dat is ook weer zoiets. Het onderzoek heeft uitgewezen. Ik heb 15 daders van huiselijk geweld kunnen ondervragen, zeg maar. Waaronder 8 mannelijke en 7 vrouwelijke. Maar ik heb ook onderzoek gedaan naar recidivecijfers. En mind you, die zijn er niet. Reden waarom, er is volgens mij nooit een studie gedaan over daders van huiselijk geweld. Dus je gaat naar recidivecijfers zoeken, maar die zijn er niet. Wat wel naar buiten is gekomen is dat van die mannelijke daders zijn er 5 die hebben aangegeven van dit is mijn 2e of 3e keer in de strafinrichting om hetzelfde probleem. Dus er zijn wel recidivisten, maar hoe gaan we die cijfers terugdringen? En als je wilt nagaan hoe je die cijfers moet terug moet dringen, moet je ergens een houvast hebben, maar er is geen enkel statistiek van recidive. Dus het is weer een onderzoek op zich waard en dan ben je continu bezig. Maar wat is dan nu het probleem? Wat is dan nu de aanpak? We moeten nu ervoor zorgen dat er
geen recidive meer voorkomt. We moeten het terugdringen. Ja. Dus dat is eigenlijk... U gaf aan, er zijn dus ook vrouwelijke en daders van huiselijk geweld. Ja. Ja. Als er vrouwelijke daders zijn, ja, dan vraag je, het schrikt je toch soms even. De focus, de nadruk wordt meer gelegd op vrouwelijke slachtoffers. Ja. Maar we merken dus dat er dus ook veel, zijn er veel vrouwen. Wat is dus toch weer de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke daders? De verhouding, ik heb nu nog maar 15 daders, waaronder die 7 vrouwen kunnen ondervragen. Er zijn natuurlijk meer, maar ik moet u aangeven dat de vrouwelijke daders binnen de centrale penitentiaire inrichting zijn eerst slachtoffer geweest. Mm. Dus bij verdediging is er iets misgegaan. Ze hebben zichzelf zodanig verdedigd dat bij bepaalde van ze zelfs moord. Maar ze zijn nu dader geworden. Mm-hmm. Dus ze hebben het ook aangegeven van eigenlijk ben ik geen dader van huiselijk geweld. Ik heb mezelf verdedigd. En met het noodlottige gevolg, ik beland in de strafinrichting. Ja, mevrouw Saki, als we kijken verder, een belangrijk punt dat u aanhaalt in uw thesis is dat dus die wet bestrijding van huiselijk geweld toch wel onderhevig moet zijn aan evaluatie. Ja. Ja, wat zijn toch wel de zaken die aangepast moeten worden in deze wet? De wet bestrijding huiselijk geweld moet worden herzien. Reden waarom ik dat heb aangegeven, omdat het slachtoffer mag een beschermingsbevel aanvragen. Het is alleen ter bescherming van het slachtoffer. Maar als de dader dan, zeg maar het geweld, de dader heeft het geweld gepleegd natuurlijk, die wordt dan in de strafinrichting geplaatst. De moeder is dan alleen met de kinderen thuis, is dan een alleenstaande moeder geworden, een eenoudergezin. En al de problemen die dan van de grond komen binnen zo'n gezin zijn niet naar huis te schrijven. Reden waarom? Je krijgt tienerzwangerschap, je krijgt vroege drugsgebruik, je krijgt seksueel misbruik. Maar alles kan er in zo'n gezin gebeuren. Ik zeg, als je de dader de ruimte biedt tot een bepaalde fase in het leven van het kind te komen, zeg maar, te zorgen voor de financiële ondersteuning van, hey, ik wil mijn kind zien, laat me een tête-à-tête hebben met dat kind, of laat me dat kind toch nog kunnen begeleiden met de huiswerkopdrachten. Dat moet er zijn, die ruimte moet de dader geboden worden. Anders krijgen we een nog groter maatschappelijk probleem. We staan er niet bij stil, maar de problemen die allemaal ten grondslag liggen, om zo te zeggen, bij eenoudergezinnen, zijn niet om naar huis te schrijven. Maar kunnen we dan niet het zorgpunt van de moeder in dit geval bijvoorbeeld meenemen bij haar? Maar je denkt, ja, maar daar kan ik maar gewoon nak mee of gewoon nak mee. Exactly, naar al die dingen moet gekeken worden, daarom zeg ik, het moet worden herzien. En al die instanties die zich buigen over huiselijk geweld moeten bij elkaar komen en gaan kijken hoe we dit kunnen oplossen. Het is niet iets van één persoon alleen, maar het is een traject dat moet worden uitgezet. Is er nazorg voor iemand, voor een dader van huiselijk geweld wanneer die uit de strafinrichting is? Dat is een mooie vraag. Er wordt daar eens socialisatie gedaan binnen de strafinrichting, maar de nazorg vanuit de forensische maatschappelijke zorg, het is ook een van de doelstellingen hoor, van FMZ. Maar ze geven aan, ze doen niet aan nazorg, omdat ze eerst toestemming nodig hebben van het ministerie van Justitie en Politie. En dat is ook weer zo wat. Als je gaat zitten wachten op toestemming dat je nodig hebt om aan nazorg te doen, dan zitten we allemaal te kijken naar hoe groot de situatie om zich heen grijpt. En dat willen we niet. We willen niet meer vrouwenmoorden hebben, we willen niet meer huiselijk geweld hebben, we willen geen recidivecijfers, geen stijging daarvan. We willen alles gaan indammen. En ik zeg van, als we met z'n allen gaan buigen over dit plan, dat ik hier klaar heb liggen, dan kunnen we er wel wat mee bereiken. Kortom, deze zaken, als we het zo kunnen stellen, mevrouw Saki, zouden dus gemakkelijkerwijs opgenomen kunnen worden in die wet. Ja, toch? Ja. Exactly. Ja, mevrouw Saki, als we terug moeten gaan, de aanbevelingen als we op korte termijn en dan langer termijn, als we op korte termijn naar vastkijken, wat zijn toch wel de aanbevelingen die u zou kunnen doen aan het ministerie? Is om een overheidsplan klaar te hebben. Omdat ik ga even terug naar de begrotingsbehandeling hoor. Ik volg een beetje wat er gebeurt. En er is niet een degelijk overheidsplan hiervoor gepresenteerd of
ja, van de strafinrichtingen. Het moest in kannen en kreuken zijn, omdat je beleid wilt uitvoeren. Ik zeg niet dat ze het niet goed doen, ze doen het op hun manier. Maar er zijn zaken waarop ze moeten inzoomen. En dit is ook zo één van ze. En het eerste dat aangepakt zou kunnen worden, is dat meer maatschappelijke begeleiders worden ingezet om het werk te doen. Maar het moeten maatschappelijke werkers zijn die willing zijn om het anders dan normaal te doen, omdat je een situatie gaat aanpakken. Je gaat niet alleen maar kijken naar de situatie, je gaat niet alleen maar praten zoals je gewend bent te praten, maar je gaat strategische communicatie voeren. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat je een communicatieplan gaat hebben en je gaat het uitvoeren. En wat ik ook zou willen voorstellen is dat er een communicatiedeskundige in place moet zijn. Als dat er niet is, gelooft u me, gaan die communicatieactiviteiten die je zo graag wilt uitvoeren niet effectief zijn. Dus, no. Ja, mevrouw Saki, we hebben nog, er is nog veel werk aan de winkel. Er is heel veel werk aan de winkel. Ja. Alvast heel veel succes verder. Ja. Volgt er een mastertitel over 2 jaar? I think so. Ja, ik wil het wel doen, maar misschien nu niet, maar ik wil het wel doen. U gaat alvast even ja. Genieten van uw klopt. Bachelor. En ik wil hieraan gaan werken. Nou, heel veel succes verder. Ja. Want natuurlijk hopen we dat het ook lukt met het ministerie, want dit is toch wel een belangrijk onderwerp in Suriname.